Hier zien we de AOS primerlijnwanden. Ik laat even zien hoe de koppeling plaatsvindt. Dit zijn kleine demo-wandjes. U haalt eerst het bovenprofiel eraf. Dan onder zit hij ingehaakt. Dan leg je de stang bovenop in het profiel. U ziet hier zitten gaten in, een schroefbouten, dus daar kan de bout ingezet worden. Dan trek je de wand strak tegen elkaar aan. Als hij verbonden is, sluit je hem weer af met de afdekprofielen. En de wand is mooi gekoppeld aan elkaar. En staat heel stabiel en recht en is flexibel. En kan naderhand makkelijk weer afgebroken worden en op een andere plek weer opgebouwd worden. Ja, dank u wel.